Tom van Weert, we kijken terug met jou op een merkwaardige wedstrijd. Hè? 7 doelpunten in 1 wedstrijd. We moeten heel ver terug in de historie om dat te vinden. Hè? Ja, zeker, zeker. Vooral als je de laatste weken ziet dat je moeilijk scoort en zo. En dan deze wedstrijd laat je toch zien dat er genoeg scorend vermogen in huis heeft. En gelijk 7. En je had er een aardig aandeel in. 2 doelpunten. Ja, je weet dat als je een wedstrijd de kans krijgt, dan kan die kans komen en dan moet je scherp staan. En daar stond ik toevallig en dan maak je ze. Je was wel blij dat je mocht invallen, want het duurde eigenlijk. Ik had je wel iets eerder verwacht, maar goed, op een gegeven moment lukte het toch om erin te komen. Ja. En dan kun je het bewijzen, hè? Ja, zeker, zeker. Ja, het was nogal hectisch. Dus hij bracht eerst Ebbingen erin, achterin. En daarna, na 5 minuten of zo riep hij mij en dan kon ik mijn kans pakken. Ja. Maar wat denk je dan? Wanneer komt hij nou eindelijk? Ja, je denkt wel van wanneer wordt geroepen en je zit stiekem wel te wachten. Maar je moet gewoon zorgen dat je goed voorbereid bent, dat je scherp bent als je erin komt. En als je dan eenmaal je kans krijgt, dan moet je gaan, hè. Ja, Bempie. En je was scherp, want vertel eens, die 2 doelpunten, eigenlijk een beetje identieke doelpunten. Ja, nou worden ze allemaal enthousiast. Ja, dan zijn het je vrienden, als je maar scoort. Nou ja, het waren... ballen die er tussen vielen, eentje via de lat, andere via de keeper uittrappen. En dan is geluk dat hij bij jou komt en als hij dan komt, dan moet je hem erin schieten. Ja, geluk dat hij bij jou komt, maar je moet ook scherp zijn, want er zijn mensen die op dat moment alweer op de terugweg zijn. Maar jij blijft letten op de kans die je krijgt, hè? Ja, dat is spits, hè. Daar moet je scherp voor zijn. Ja. Zit erin. Ja, en op die manier ook proberen je kans te grijpen, hè? Want je zult zo langzamerhand wel een keer hopen dat je in de basis staat, of niet? Ja, ik ben nog jong, dus we hebben nog de tijd. En vandaar als je met 7-1 wint, vind ik niet dat je dan de volgende wedstrijd meteen hoeft te gaan wijzigen. Het is gewoon goed gegaan ook voorin, dus ik moet gewoon rustig blijven en mijn kans komt nog wel. Maar je hebt ook een contract inmiddels, dus wat dat betreft hebben ze toch vertrouwen in je? Ja, dat geeft wel aan dat ze wel vertrouwen in me hebben. En voor de toekomst is het ook wel een goede zekerheid dat ik... dat ik de tijd krijg om te bewijzen. Ja, want je hebt een paar aardige voorgangers gehad, hè, die het allemaal gemaakt hebben. En wie weet waar het verhaal eindigt voor Tom van Weert. Ja, gewoon hard blijven werken en minuten blijven pakken en dan komt vanzelf wel de rest. Inmiddels wordt hier hartstikke druk, want iedereen is nog in de euforie van de wedstrijd. Ja. Ik zou zeggen, ga zo door en wie weet volgende week nog een kans. Yes, ja, we zullen zien. Komt goed.